Meneer, binnenkort wordt in de horeca de geregistreerde kassa geïntroduceerd. Welke implicaties zal dat hebben voor uw zaak en voor de horeca in het algemeen, denkt u? Wel, ik kan meer spreken voor de horeca in het algemeen. Ik denk dat het een zaak zal zijn die op langere termijn zijn impact zal hebben. In eerste instantie zal dat voor bepaalde zaken een probleem zijn, omdat zij vandaag de dag spijtig genoeg ergens nog altijd met een groot deel zo werken of op een zwarte manier, zal ik maar zeggen. Naar de toekomst toe zullen de mentaliteiten wel veranderen en het is al aan de gang. Heel wat zaken zijn nu gezonde zaken aan het worden, werken volledig wit. En ik denk dat het wel een goede zaak is, maar het mag niet één richting zijn. Het moet van de twee richtingen komen. De staat moet ons ook de mogelijkheden geven aan mensen van horeca om juist genoeg personeel in dienst te hebben met flexibele uren. Dat is het groot probleem nog altijd. Horeca is een moeilijke stijl, een zware stijl. En vandaag de dag is dat nog altijd een belemmering om de juiste personeel te vinden. Ik heb heel veel collega's die moeilijk personeel vinden. En de enige manier om personeel te vinden is om ze goed te betalen. Goed betalen kost veel geld als het allemaal in het wit is. Dus dat is blijkbaar allemaal een probleem en een belemmering. Maar ik denk dat de mentaliteit aan het veranderen is in het algemeen. De mensen beseffen van, we moeten naar een wit horeca. Ik ben ervan overtuigd. Maar natuurlijk, ik zeg, het moet van de twee kanten komen. Er is een beetje een sperperiode geweest. We weten dat eraan komt. Het is een beetje uitgesteld geweest, gelukkig ook. Maar ja, iedereen moet zich nu voorbereiden. En ik denk dat een goede mentaliteitsverandering in de goede richting eraan komt. En als de staat nu nog ook bijwerkt en ons een beetje meer slack geeft, zal dat nog makkelijker zijn. Want nogmaals, het is een onderstiel, het is een moeilijke stiel. Moeilijk om mensen te vinden, maar het is een fantastische stiel. Dus we hopen dat dat zo zal blijven en dat we niet te veel gaan afzien in de toekomst. U verwijst er zelf al naar de politiek. Wat moeten zij concreet doen volgens u? Maar concreet is natuurlijk de loonkostverlaging. En qua soepelheid naar de uren. Wij werken met service coupé heel vaak, middagservice, avondservice. Maakt dat je heel lange dagen hebt. De jongens in de keuken zijn mensen die heel hard werken. Soms van heel jonge leeftijd in die stijl worden gesmeten. Meestal is dat een roeping ook. Die doen dat heel graag. Maar ergens moet er een regulatie komen die jonge mensen ook toelaat om heel hard en lang te werken. Maar zonder uitgebaat te worden. Ik ben ervan overtuigd dat er een goede regulatie nodig is. Dat er geen toestanden mogen zijn waar dat jonge mensen uitgebuit worden door de bazen. Maar aan de andere kant moeten de bazen ook de kans krijgen om een mooie zaak uit te werken. En dat kan alleen maar door hard werken. Dus flexibiliteit naar uren. Flexibiliteit en lagere loonkosten maken dat je meer personeel kan aanwerven. Dus dat is allemaal een noodzaak. Dus politiek moet dat zeker beseffen. Tot slot, voor welke uitdagingen staat de sector nog zoal de komende jaren volgens u? Ja, wij zijn bijvoorbeeld naar dranken toe, als je spreekt over bieren, de prijs van bier die naar boven gaat. Al onze leveranciers zijn hun prijzen aan het optrekken. Het publiek heeft altijd het laatste woord. En als je een prijs geeft voor een bepaald gerecht, gaan de mensen soms verschieten van oei, zo duur. Ik denk aan vis, ik denk aan bier, ik denk aan... Nochtans is er de mogelijkheid om bepaalde producten op een redelijke prijs te gaan aan bod brengen. En dat vertrekt bij uw loonkost, dat gaat naar uw grondstofprijzen. We moeten denken lokaal, we moeten terugkomen naar een andere manier van denken. Dat start natuurlijk bij de horeca-uitbaters en de chefs in de keuken. Maar dat moet ook doorgaan tot bij de klant, die bepaalde gerechten misschien niet meer zouden willen. Er zijn bepaalde vissoorten die misschien best niet meer in de borden komen en dat we eerder andere lokalere vissoorten gaan aanprijzen. Dus ja, dat heeft allemaal een beetje met mindsetting te maken, met mentaliteiten, met dergelijke zaken. Ja.